de Koffiepraat. Het is dinsdag, ja. En het is de dinsdag van 4 april 2023. En Lloyd Groenhout is mijn naam. Tot 9 uur presenteer ik u het actualiteitenprogramma De Koffiepraat. Via Radio SRS Suriname. Ik verwacht zo meteen hier de heer Marcelino Nerkus. En in het tweede deel, als ik het goed heb, ga ik praten over onze prostaat. Prostaatkanker. We moeten dat ding bijhouden, hoor. Die bereikt wel een bepaalde leeftijd. Moeten de mannen zich laten controleren. Carlos schudt van ja. Wanneer heb je het voor het laatst laten doen? 2 jaar terug. Jongen, het wordt tijd dat je het weer doet, hè. Hij me ook toe, Abivgo. Dus die bereikt een leeftijd 30 nog. 40 jaar naar boven dan. Abivgo, ik wil checken prostaatje, hè. Want het is van belang. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Wat tak dit tori dat in het tweede deel. Nou, wat gebeurt er nog meer in het land? Nou, natuurlijk dat van die economie houdt een ieder bezig. De koersontwikkeling. En ik dacht dat ik vanmorgen ergens hoorde dat een ieder misbruik maakt nog van die wisselkoersstijgingen. Want de huur... prijzen, de tarieven die zijn weer verhoogd, moet ik vernemen. Je vraagt je af hoe die mensen gaan doen, hè. Plots gaat de woninghuur weer omhoog. En als kop, iedereen lijkt misbruik te maken van de koersontwikkeling en inflatie, ja. Zodra je die koers maar blijft stijgen, dan krijg je deze dingen, hè. Ook de broodprijs die is gisteren aangepast, 5 SRD... voor een Chinees puntje. En ik dacht dat ook Fernandesbrood is aangepast. 50 SAD. 40 SAD. Nou, het zorgwekkende situatie. En wat betreft Huizen Asiana... is dus de staking van de werkers nog gaande. Er moet daar ook heel gauw een oplossing in komen. En verder... is de Nationale Assemblee gestart met een brede discussie over het kiesstelsel. Men noemt het een academische week. Is gisteren dus gestart in de Nationale Assemblee met als thema wijziging, kiesregeling, kiesstelsel. Het traject van de wijziging van de kiesregeling en het kiesstelsel naar aanleiding van de uitspraak van het Constitutioneel Hof. En het is gisteren dus geopend door de assembleevoorzitter Marinus B. En die heeft aangegeven dus dat de zaak buiten partijpolitiek bediscussieerd zal worden. We zijn hier in nationaal verband. We zijn hier als assembleeleden. En we gaan de zaak ook zo bediscussiëren. Hier en daar wat kritische kanttekeningen die er geplaatst zijn. Onder andere door assembleelid Mahinder Yogi, die toch wel zijn kanttekeningen en vraagtekens plaatst als het gaat om dus de visie van de commissie onder leiding van de heer Limapo. En Yogi verwoordt het als volgt. Door mevrouw Esset, de zaak aanhangig is gemaakt bij het Hof. Met betrekking tot de rechtvaardigheid van ons stelsel. En dat op 5 augustus het Hof een vonnis heeft gewezen. Waar het Hof heeft gezegd van luister. Artikel dat en artikel dat, 8 en 9. Zaken appelleren niet aan datgene wat nationaal en internationaal aanvaard is. Maar ook wat de grondwet zegt. Op basis daarvan en daarna. Zijn er discussies losgebroken in die samenleving. Groepen, mensen zijn gaan bezig geweest om te praten en zo. Door de president is toen een groep geïnstalleerd onder leiding van meneer Limapo. Om inderdaad ook deze zaak vanuit de zijde van de regering te analyseren en te bestuderen. De voorzitter van het parlement heeft gemeend om, gezien de importantie van deze materie, een academische week hier te organiseren in het parlement. Waar wij met verschillende actoren 3 dagen lang gaan praten over het kiesstelsel. Wat precies moet komen en wat niet moet komen. En op basis daarvan is inderdaad vandaag de presentatie geweest van
het model dat meneer Limapo met zijn groep heeft uitgedochterd, is gepresenteerd geworden hier. Ik moet u aangeven dus dat u hebt zelf gemerkt, u was ook in de zaal, dat het model van alle kanten is uitgerafeld en dat de mensen die in de zaal waren, met name vanuit de zijde van de parlementariërs, er grote mate van bezorgdheid is geuit over het stelsel. Persoonlijk vind ik dat dit erg onduidelijk is. Persoonlijk vind ik dat dit niet appelleert aan datgene wat het Hof als grondslag heeft gehanteerd. Kijk u, er wordt gesproken over een landelijke kiesteler. En ik heb zeker 3 keer de vraag gesteld. Kijk, in hun model, zoals ze hebben gepresenteerd, zeggen ze, je krijgt een lijst, een stembiljet, met 2 lijsten in feite. Een samengestelde lijst, waarop 2 kandidaten gaan staan van een district. 1 op districtsniveau en 1 op landelijk niveau. En 31 mensen aan de andere kant gaan staan. Zeggen ze verder, elke kiezer brengt 1 stem op. Als elke kiezer 1 stem uitbrengt, hoe ga je dan op beide plekken stemmen? Want als je stemt voor die kandidaat, dan heb je niet gestemd voor die landelijke evenredigheid. Als je stemt voor die landelijke evenredigheid, heb je niet gestemd voor die kandidaat. Dat is 1. 2 is namelijk, wanneer je gaat van een landelijke kiesdeler, moet jouw kandidaat in het district ook die landelijke kiesdeler halen, ja of nee? We praten over gelijkheid. We praten over eerlijkheid. We praten over one man, one vote, zoals de president dat heeft geformuleerd. En we hebben, iedereen heeft het voorbeeld van Coroni genomen. Als je in Coroni 2 zetels zet en zegt Coroni heeft 2000 stemmen, dan gaat de lijst van Coroni wat betreft de 2 kandidaten maximaal 2000 stemmen krijgen en niet meer. Maar wanneer jouw landelijke kiesdeler zegt 250 mensen, 1000 mensen gaan stemmen, dan is jouw landelijke kiesdeler gedeeld door 51 ongeveer 5000. Als jouw landelijke kiesdeler 5000 is, betekent dus dat je die 2 zetels niet kan toekennen aan die mensen van Coroni. Omdat ze die landelijke kiesdelers niet hebben gehaald. Wat gebeurt er met die 2 zetels? Dus daarom is dit model, en misschien ga je ook andere districten hebben waar ze die landelijke kiesdeler niet gaan halen. Ik heb ook die vraag gesteld. Waarom hebt u naast dit wat u voorstelt ook niet overwogen die algehele evenredigheid? Als u dat doet, dan heb je geen enkele discussie. Dan hebt u geen enkele discussie meer. Dan stemt iedereen 1 keer en is die stem uitgebracht. En dan gaan we kijken. Aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door aantal zetels. Dat is 51 die we hebben te verdelen. Dat verdeel je contant. En misschien heb je inderdaad 2 of 3 restzetels die overblijven. En de mensen die misschien de kiesdeler niet hebben gehaald, maar randje kantje zijn 9000, 8, zoveel, die mensen dat ook kunnen krijgen. Toch? Wat ze zeggen is dat er dan die lijstkiesdeler de lijstdrempel is. Als je zegt dat de lijstkiesdeler die lijstdrempel is, met andere woorden, als je minder dat kreeg, krijg je geen zetel. Maar in corona, als je 2000 kreeg in mijn voorbeeld, kan je toch geen zetel krijgen. Dus ze zijn in strijd met zelf wat ze zeggen. En dat is erg ingewikkeld. En dan ga je weer die discussie krijgen na 5 jaren. Van moet je dan die districtsgrens niet gaan wijzigen? In het model van de landelijke evenredigheid hoef je die districtsgrens niet te wijzigen. Elke stem telt, elke stem is gelijk. En dat is wat wij willen hebben. En dat was assembleelid Mahinder Yogi van de VAP, die toch wel zijn kanttekening heeft geplaatst bij dus de visie van commissie Limapo over dus kiesregeling, kiesstelsel. En we blijven de ontwikkelingen volgen. Men wil zo gauw mogelijk komen tot een wet, hè? Om dit jaar nog moet het rondkomen. Het zal dit jaar moeten. En zodat we dus in 2025 dan weer naar de stembus kunnen. Nou, intussen is aangeschoven de heer Marcelino Nerkus, de president van de FOLS, de Federatie van Organisaties
van leerkrachten in Suriname. Heer Nerkus, morning, Fafi. Nee, goedemorgen. Ego. Drukte nog? Goedemorgen. Ja, drukte. Want je volgt een seminar meer. Wat voor seminar is het precies? Ja, dus drukte omdat ik... Je hebt me gevraagd, dus Milon kost snel... En dat stel ik zeer op prijs. Nou, snel in die zin van wel een bijdrage leveren aan een goed programma. Thank you. Omdat we... Met ik participeer namens de Vols, die actief is binnen Ravaksuur, in een seminar. Laat me zeggen, ze noemen het zo'n, niet direct een seminar, maar een ik kan het niet direct op het woordje vinden, maar dat hebben we toch op seminar. En alles heeft te maken dus met de pensioenen. Het thema is dus een urgente maatregelen voor pensioenen van werknemers. Yeah. Omdat we weten anno 2023, vanwege de huidige crisis, is het pensioensysteem alarmerend. Yeah. Dit omdat de reële waarde van de premies, de uitkeringen, kapitaalreserves van pensioenfonds en leningen en werkgevers nu ondraaglijk zijn. Ja? Dus in die discussies, dan hoor je dus natuurlijk, komt er ook naar voren die verschillende organisaties, waar ze allemaal zitten bij banken, SWM, noem maar op, hoe de situatie eruit ziet. En mede namens, laat me het anders formuleren, in samenwerking met ILO. Want eigenlijk ben ik niet de persoon die in feite deze informatie zou moeten brengen. Ja, maar het is goed dat ik ben gewoon participant. Ja. De C47 organiseert dat. En in samenwerking met ILO en de Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV. En de Building Workers International BWI. Dan worden dit driedaag seminaren georganiseerd. We hebben dus vandaag is dan de tweede dag, morgen is de laatste dag. En worden ook gebrainstormd nadat er inleidingen worden gezorgd van hoe kunnen we dus komen tot een goed systeem. Dat in feite die werkers, wanneer ze dus hun bijdrage hebben geleverd binnen het bedrijf, het zij particulier, het zij binnen de overheid, dat ze toch dus na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dat ze tot de periode waarbij ze teruggeroepen worden door de schepper, dat ze toch wel een behoorlijk leven kunnen leiden. Zeker tegen de achtergrond van hun krachten die ze hebben gegeven aan de maatschappij, tegen het achtergrond van hun beroep. Het is wel van belang dat er hierover gediscussieerd wordt, want als je situatie is, jongen, meneer is maar verdient pensioen voor San Carlos 100 SDET. 75. Ja. Hoe is dat mogelijk in deze tijd? En hoe zou Atori voor Bruinsheel bijvoorbeeld, die Bruinsheel gepensioneerde, de toestand dat onderkap abnomen in 2023? Dus, helemaal niet, maar ze zijn er. Er zijn mensen die met een heel klein pensioentje moeten zien te overleven, anders zijn afhankelijk van hun kinderen. Kijk, bij de voorbereiding bij dit seminar heb ik ook eergisteravond een beetje gekeken in de geschiedenis van Bruinsheel. En, dus heb ik daar ook gelezen van hoe het bedrijf floreerde. Ja, we kennen dus die woningen, de retraite van Lego Park, Biekhuizen. Maar we zien dus ook wat er gemaakt heeft, dus dat het bedrijf zo achteruit gegaan is, dat eigenlijk het ook niet meer bestaat. En het belangrijkste is, die arbeiders die hun bijdrage hebben geleverd. Yeah. Als je nu naar hun pensioen kijkt, dus dan zijn ze bijna allemaal afhankelijk van kinderen. Of ze zijn in ver in de 60, bijna in de 70. Dan wel bijna zo goed door de 80. Boy. Denk Mosselitten of Pleinwachter. Ik bedoel, je moet dan tegen die periode een rustig bestaan kunnen leiden. Waar wil men naartoe? Dat die pensioenen waardevast, zeg maar, moeten worden? Of mee moeten gaan? Want if alle euro koers is steeg, a inflatie is steeg, dan moet het dusdanig zijn dat bijvoorbeeld contact overheid wang loonsverhoging, zouden die pensioenen toch ook mee moeten gaan, zeg maar. Dat is van de overheid. Als ik me niet vergis, moet er bij de overheid sprake zijn van welvaartsvast pensioen. Juist. Dus als de overheid
een loonronde geeft, zeg maar 7, 8, noem maar op, wat we hebben gehad. Dus dat degene dus die uit de algemene ambtelijke dienst met pensioen zijn gegaan en ook met de hen gelijkgestelde, dat hun pensioen ook navenant wordt bijgesteld. Ja. Maar natuurlijk, binnen de particuliere sector is het een ander verhaal. Dus je gaat dus eigenlijk raakvlakken moeten zoeken, hoe kunnen we tot een algeheel systeem komen, waarbij eigenlijk niet de ene heeft het dan een beetje beter wat dus zijn pensioen betreft, maar bij die anderen moeten die dat, gebeurt dat dan krakkemikkig. Ja, en daar moeten we uitzien te komen. En er zijn goede presentaties gehouden door de heer, door een actuaris, door de heer Geerlings, ik denk dat u de heer Geerlings, Reinoud Geerlings, Geerlings. En door, bij de opening door de vertegenwoordiger van de LO. En denk ik dat vandaag, of straks over enkele uren, dat we nou zullen luisteren naar de vertegenwoordiger dus van FNV. Mooi. Zit hier, mooi Tori. Meneer Nerkus, ik vraag me af hoe het op dit moment gaat met het onderwijsveld, zeg maar, de leerkrachten. Bent u ook uitgenodigd voor dus die gesprekken in het kader van de nationale dialoog? Ja, was er uitgenodigd? Nou, in het voortraject wel. Ze hebben wel uitgenodigd, we hebben geparticipeerd. Maar dat nationaal dialoog SEC, dat hebben we dus nog niet, de uitnodiging hebben we nog niet ontvangen. Want ik weet nog niet wanneer dat echt dat nationaal dialoog gehouden zal worden. Maar als het er komt, ja, natuurlijk dan heb je verschillende opvattingen in de samenleving van meneer Go. Want eigenlijk, in feite weten we al wat er speelt. Dus je vraagt je ook, af van waarover gaan we praten. Je weet al wat er speelt. Er zijn een heleboel organisaties die hun bijdrage hebben geleverd, die aanbevelingen hebben gedaan. Dus waarover gaan we eigenlijk praten? Maar goed, ik heb een paar workshops in het Caribisch gebied meegemaakt. En ik heb dus altijd vastgehouden van als je wordt uitgenodigd door je regering of wie dan ook, ga even, ga, praat, luister. En anders doen ze er niets mee, maar dan weet je, heb je punt daar gedropt. Ja. Dus ik denk dus wanneer dat dialoog er komt, zullen we wat de vals betreft zullen we ons erop voorbereiden. En hopelijk dus dat er een goede uitkomst komt, want wat er nu, waardoor we nu gaan, is je vraagt je af hoe lang we dat nog zullen kunnen volhouden. Welke zaken zijn voor u nu, als het gaat om zeg maar, de leerkrachten van essentieel belang, welke zaken staan hoog op uw prioriteitenlijst, zeg maar? Achteruitgang van de koopkracht van die eigenlijk van de hele samenleving, maar laat me beperken tot mijn beroepsgroep. Yes. De achteruitgang van hun koopkracht en het effect daarop binnen de school, kwaliteit van het onderwijs. En daarnaast ook naar het hele onderwijsprogramma wat allemaal is vernieuwd. Ja, de hele doorstroming. Yeah. We zien dus dat het bij die kinderen gaan er helemaal anders mee om. Dus kinderen hebben een opvatting, want ik kom ook in de school als praktijkbegeleider. Kinderen hebben een opvatting als ze zijn van, ik hoef mijn best niet meer te doen. Ja, dus ik denk dus dat de nieuwe minister van Onderwijs, dat is in mijn conceptie hoor, ik weet niet wanneer die minister komt, voor mij doet het te lang, dat we dit stukje gaan moeten evalueren. Dus we gaan echt een serieus naar moeten kijken, maar die leerkrachten toch wel daarmee te maken hebben. Wat zegt u, als u evalueert, zegt u dat het niet werkt? Ik zou het laten afmaken dit jaar, maar volgend jaar ik zou teruggaan naar de oude situatie. Ik weet niet, als we als land al rijp genoeg waren om dit te introduceren, ik weet het niet. Ik heb begrepen, ik moet dat onderzoek nog doen, of gaan nalezen daarop, dat sommige landen dit al doen. Maar moet je als land in ontwikkeling alles direct overnemen? Misschien moet je het gaan piloten. En wat er nu in uitvoering is, moet je alles overboord gooien of moet je toch gaan kijken, wat kan ik daaruit gebruiken? En wat ga ik toch wel even terug naar het oude? Want uiteindelijk is er geld geïnvesteerd. Er zijn dingen gedrukt, er zijn readers gedrukt, noem maar op.
En dat is dan geldverspilling als je dat overboord gaat gooien. Dus ik zeg, kijk naar wat er al is. Mm-hmm. En wat kan je gebruiken. Maar ik denk dat van de Oostroom moeten we goed naar kijken. Omdat dat de studie, de drift en de studiemotivatie van die kinderen niet motiveert. En op elk niveau. Ja. Op elk niveau. Okay. Wat speelt er nog meer? Wat de leerkrachten betreft. Zeker een, die leerstafeenheden van het voortgezet onderwijs leerjaar 9. Mm-hmm. Ik heb dus die documenten een beetje bekeken. En ga je eerlijk zeggen, leerkrachten houden hun hoofd vast van hoe moet ik ermee omgaan. Zeker leerjaar 9 en leerjaar 10. Mm-hmm. Omdat je dus ziet dat er aantal binnen het programma zijn er vaardigheden en hulpmiddelen genoemd bij verschillende vakonderdelen. En dan vraag je af van, hoe kom ik aan die dingen? Hoe zijn die hulpmiddelen in de school aanwezig? En als ze er niet zijn, hoe kom ik eraan? Want uiteindelijk ga je die hulpmiddelen nodig hebben om je les zodanig over te dragen dat het begrepen wordt, ja. Dus door je leerlingen. Mm-hmm. Dus zeker die leerstofeenheden van leerjaar 9 en leerjaar 10 mm-hmm. is toch wel een behoorlijke kluif voor die leerkrachten in het veld. Serieus zeggen ze, moet er naar gekeken worden. En uiteindelijk, wat er ook gebeurt, je werk gaat thuis door. Yeah. Kijk, wanneer het gaat om mensen in de particuliere sector of bij andere bedrijven, wanneer je van je werk komt om 4:30 om 3:00, dan stopt het. Dan kan je aandacht besteden aan het gezin, het kinderen helpen met huiswerkbegeleiding. Maar je slikt nu in de lagere school, 10 jaar of zo, dan is het ook een godoro. En in mijn directe omgeving weet je dus dat de collega's tot laat nog bezig zijn om dus een, zeker met het voortgangsrapport, om dingen in te vullen. Ja. Ik heb hier dus een soort rapportfolio leerjaar 9 en leerjaar 10. Mm-hmm. Als je dit ding voor elk kind moet bijhouden en per kwartaal zeg maar 26 pagina's moet je allerlei dingen gaan invullen en die kinderen moeten ook invullen, dan vraag je af. Er gaat heel veel tijd in zitten. Gaat heel veel tijd gaan inzitten en breng dat in relatie met het inkomen dat je nu ontvangt. Het weegt niet op. Wordt dat een inkomen, Tori, zo meteen. Maar ik wil naar dat deel van, hebt u onder de dat deel dat u vertegenwoordigt, heer Nerkus, hebt u ook die brain drain gemerkt? Ja, ik heb mee. Ja, natuurlijk. Er zijn collega's vertrokken dus naar het Caribisch gebied. Bij die verschillende onderwijsinstellingen, zeker wat het bijzonder onderwijs betreft. Ja. Ik ga geen namen noemen, maar ik heb dus wel begrepen dus dat er stapels liggen van ontslagaanvragen. Ja, en het kan zijn dus dat mensen de dienst willen verlaten. Om naar het Caribisch gebied te gaan, of naar Nederland te gaan, of waar dan ook, naar België te gaan. Maar het kan ook dat anderen misschien uit het onderwijs stappen om ergens een eigen branche te beginnen. Dus ondernemen ergens te beginnen. Misschien hebben ze ergens een kapitaalinjectie of wil de wederhelft zeggen van, ja, ik moet uit het onderwijs, ja, misschien je pistaat, want je jossel. Het kan ook, ja. Want dit werk, we vinden het natuurlijk jammer dat we allemaal in deze situatie verkeren, met hoe zitten we allemaal hier met z'n vieren. En we allemaal zijn door dat onderwijssysteem gegaan, totdat we vandaag hier zijn. Klopt. Dus je haalt bloed wanneer je dus ziet wat er op een generatie afkomt die nu opkoming is. Ja, het is niet goed en uiteindelijk kijkt het buitenland ook naar je onderwijssysteem, waarmee je een situatie kan krijgen van, oké, als leerkracht, ik neem ontslag, ik ga naar het Caribisch gebied. Maar van, ze volgen jouw situatie in je land ook. Ze volgen ook van, kijk hoe lang je al geen minister van onderwijs hebt. Ze volgen ook, er zijn ook mensen in het land, die volgen ook je onderwijssysteem in je land. Hoe kijkt het veld ernaar? Hoe kijken die kinderen ernaar? Alles wordt gevolgd. Ja, ja, we leven niet op een eiland. Alles wordt gevolgd. Dus in het buitenland, van luister nou, maar dan geef ik gebleken, dat is iets met je kwaliteit van je onderwijs aan de hand. Dus kan ik je niet 1, 2, 3 zo direct meer in dienst nemen, zoals het vroeger makkelijk ging. Maar die verhalen hoor ik ook. Ja. Ja, zeker wat Nederland betreft. Ik heb heel goed contact met de Algemene Onderwijsbond. En we hebben ook daarover gesproken. En het gaat daar niet zo makkelijk om in het systeem te komen met de Surinaamse diploma's. Ja. Hoor. U hebt het gehad over dat van die brain drain. Heer Nerkus, bent u zelf nagegaan van hoe dat probleem misschien op te lossen is? Alleen misschien een
loonkorrectie, salarisverhoging? Is dat misschien alleen de oplossing? Of zijn er andere zaken die er kunnen maken om toch die leerkrachten hier te behouden? Of zegt u van, eigenlijk kan je niet zoveel eraan doen? Dat zeg ik niet, we kunnen wel wat er... Kijk, een bepaalde situatie is op ons afgekomen. Mm-hmm. Ja? Eén en twee, en geld is niet alles. Ja? Je hebt leerkrachten die hebben gekozen voor dit beroep. Mm-hmm. En ze hebben er hun passie van gemaakt. Maar ja, natuurlijk moet je die tools ook hebben om je werk naar behoren uit te oefenen. Mm-hmm. Want welk gevoel is niet een beter gevoel dan wanneer je leerstof hebt overgedragen. Ja. En je toetst wat je hebt overgedragen. Er zit een heel mooi resultaat. Dat geeft je een zekere satisfactie. Dus we moeten de weegschaal moet in evenwicht blijven. Eén, ik moet kunnen uitkomen met mijn loon. Ik moet een behoorlijk leven kunnen leiden. Maar dat moet me ook motiveren, mm-hmm, om mijn werk waarvoor ik heb gekozen. Want uiteindelijk, wanneer je al een paar jaar in dat ding bent en je bent gaan studeren en je rolt er al 10 jaar erin, ga je er zomaar eruit stappen. Want je, mm-hmm, hebt dan 10 jaar ook pensioen opgebouwd. Yeah. Dus, maar geef me dan die tools om mijn werk op een behoorlijke manier te doen. En ik moet ook in staat kunnen zijn om, zeker in deze tijd, mijn internet te kunnen betalen. Want ik kan misschien niet naar een boekhandel gaan om een boek te kopen. Ik kan, mm-hmm, geen boek bestellen via Amazon. Dus ik moet ook van mijn internet gebruik kunnen maken. Maar dan moet ik het abonnement kunnen betalen. Mm-hmm. Ja? Want dat zijn dus allemaal die factoren die ervoor moeten zorgen om je leerkrachten hier te houden. Geld is niet belangrijk, maar het moet wel voor je opdracht. Ja. Maar die andere dingen om je werk te doen. Mm-hmm. Ja, stel je voor, we zitten hier en dan moet u uw uitzending verzorgen. En dan aan microfoons begin gaan aan, die vuur begin gaan aan. Dus dan kom je ook geen goede uitzending. Dus ik moet dat, je kan die vertaalslag ook zo maken naar het onderwijs. Ja. Ligt er, eenmaal over geld praten, ligt er ook een looneis van de VOLS al op tafel bij de regering? Meneer Groenewoud, ik wil bijna daarover niet praten. Kijkt u, wat de regering betreft, er is een orgaan, het onderhandelingsorgaan van de overheid, en je hebt het ministerie. Mm-hmm. Het onderhandelingsorgaan van de overheid praat met de onderwijsbonden, ook met die andere bonden over toelages, loonzaken, mm-hmm, en onderwijs, over puur sec onderwijszaken. Dus we volgen twee sporen. Mm-hmm. Oké, met het spoor, wat betekent het onderwijs, zijn we mee bezig, moeten het dan gaan afronden. Ik hoop dus ergens in de paasvakantie proberen we dat te doen. En bij het OO hebben we sedert, het laatste gesprek dat we hadden was 10 maart. Dat we hadden. Eerder hadden we al in 22 december een gesprek met het OO. We hadden een voorstel gedaan om een koopkrachtversterking, een tussentijdse, mm-hmm, omdat we weten dat het OO ook in overleg is met de Rafaxuur. Ja. Dus om die overbrugging te maken, ja, naar die formele gesprekken met de Rafaxuur, hadden we dus zo'n een tussentijds voorstel gedaan. Mm-hmm. Het is niet van gekomen. En wij zijn dus dan weer in de pen geklommen. En we hebben dus 3 maart dit jaar het OO nog een schrijven doen toekomen. En om te praten over toekenning van een koopkrachtversterking. Mm-hmm. En we hebben dus dan een alternatief voorstel ingediend. Ja. En ik kan nu zeggen, vandaag leveren we 10 maart. Dus er is nog steeds, hebben we geen reactie gehad. Ik heb natuurlijk wel geprobeerd. Het is al 4 april. Vandaag. Ja, u heeft gelijk. Ja, veel is aan vuur. Er is geen reactie gekomen op die brief. Natuurlijk probeer je netwerk in te schakelen om, mm-hmm, te kijken van hoe is men er al mee bezig. Maar tot nu toe, meneer Nerkens, ik kan u nog niets vertellen hoor. Dus ik kan niets zinnigs daarover zeggen. We hebben gewoon geen reactie gehad. Is het frustrerend zo? Het is frustrerend. Op een gegeven moment dan, we gaan nu de vakantie in. Vandaag is het dinsdag, we hebben nog woensdag. Donderdag is de eerste vakantiedag formeel. En dan hebben we dan de vakantie. Natuurlijk met een zeer somber gevoel gaan die leerkrachten de vakantie in. Want je, mm-hmm, weet, je bent thuis met je kinderen. Je gaat misschien extra willen uitgeven, want hoe dan ook de Pjesukulekkers, ze kunnen die situatie niet begrijpen. Maar dan heb je dan een situatie van, wanneer de school begint, wat dan? Onder deze huidige omstandigheden waar een koers naar 40 gaat. Mm-hmm. Dus je kijkt dus naar een aantal factoren.
En aan de andere kant moet je natuurlijk ook kijken, dus men gaat dus daarmee niet met me eens zijn. Mm-hmm. Maar ik zeg altijd, ja, je kan die leerkrachten natuurlijk in actie brengen, maar ik zeg altijd, 1969 en 1973 is geen 2023. Je moet nu met heel veel andere aspecten rekening houden. Wanneer je die leerkrachten in actie brengt. Want hoe zeg je de man na 1 dag thuis blijven, 2 dagen thuis blijven? Kijk wat er gebeurt bij Asiana. Het is mens onerend. En die mensen kunnen geen toelage krijgen. Dus dan moet er iets aan de hand zijn. Dat ergens voor mij nou ammonie nodig. Om die mensen. Laat staan voor het onderwijs. Mm-hmm. Dus er is iets structureels aan de hand binnen de economie. Het financiële gedeelte. Waarbij sommige dingen gewoon niet kunnen. Maar uiteindelijk, als het nu uit de lengte komt, dan moet het maar uit de breedte komen, want je gaat mensen dus niet zo kunnen laten. Dus wat het onderwijs betreft, we hopen dus dat we ergens in de paasvakantie, wat ook, althans minimaal genoeg een pressie, hoeveel mensen kunnen weggaan met vakantie nu. Dus dat er een gesprek komt en dat er dus toch wel een wordt aangegeven van, kijk, deze richting kunnen we voorlopig met jullie opgaan. Mm-hmm. En natuurlijk met argumenten. En dan kunnen we kijken wat we ermee doen. Ja. Ik ga niet a priori beginnen te zeggen van, dit is minimaal, dit is minimaal. Het is een situatie van werkgever, werknemer en we onderhandelen. We gaan naar de afronding. Wat verwacht u als, moet ik u onderwijsdeskundige noemen? Nee, ik ben gewoon van Botsman en docent. Ik hou me wel bezig met het onderwijs. Mm-hmm. Ik bestudeer een aantal vraagstukken met onderwijs, nationaal en internationaal. Dus waardoor ik toch wel probeer om breed te oriënteren. Ja, okay. Ja. Wat verwacht u van die nieuwe minister die moet aantreden? We moeten eens kijken wie die nieuwe minister wordt. Wat is, en wanneer je die nieuwe minister ziet, dan kan je even kijken naar zijn track record. En dan kan je dat dan een voorzichtige uitspraak doen van, ja, dit kan ik verwachten of dit kan ik niet verwachten. Dus ik wil me niet wagen aan een reactie op dit moment. Ik weet niet wie het wordt. Maar algemeen. Waaraan zou die minister moeten voldoen volgens u? Hij moet het Surinaams onderwijs volledig kennen. Vanaf de hele zuil, vanaf het begin tot de universiteit, wat er allemaal speelt, mm-hmm. wat die uitdagingen zijn, waar er veranderingen moeten komen, waar dus die problemen zijn binnen de basisschool, het VUJ, VUS, het hoger onderwijs, de universiteit. Je moet een visie hebben, ook waar je naartoe wil gaan en een relatie tot Europa, zeker een relatie tot het Caribisch gebied. Ja, moet je een visie hebben. En je moet je situatie in je land kennen. En natuurlijk moet je dus kijken wat moet er nu gebeuren om toch je onderwijs, je gaat het niet ineens kunnen doen, om onderwijs langzaam weer te laten klimmen. Ik ga afsluiten met u, maar u praat er zo over, maar hoeveel invloed hebben vakbondsleiders hierop, op zo'n beslissing van zeg maar de regering, want die moet het bepalen toch, of althans de president. Zou u op tafel kunnen slaan en zeggen van we willen zo'n kandidaat niet? Hoeveel invloed zou dat hebben? Dus ik weet niet of ik dat ga doen. Mm-hmm. Om op tafel te slaan, ik wil zo'n kandidaat niet. Want dan moet ik ook kunnen aangeven waarom wil ik de persoon niet. Mm-hmm. Ik ga zeggen, we zijn Surinamers. Je hebt de regering, je hebt Klaas gekozen. Mm-hmm. Oké, ik kijk naar die mensen track record. Ik kijk, voldoet hij aan een aantal kwaliteiten? Oké, als jij zijn regering vindt, hij voldoet wel. Oké, wij geven hem. Laat hij die job doen en wij gaan dan die job volgen. Mm-hmm. Wij gaan volgen hoe hij zijn werk verzet. En als wij kritiek daarop hebben, gaan we dat leveren. En dan, als we zien dat dat niet lukt, dan zijn we dus geëigende vakbonden, zaken die wij kunnen inschakelen om dus toch wel met lichte druk de persoon een bepaalde beweging te sturen. Maar natuurlijk moet, als je iemand hebt daar van, ik ben minister Misab Alassani, en zijn natuurlijk van Miwani, dan ga je botsen. Dan krijg je het alleen bij de vakbond, maar ook met je eigen werknemers daar op de werkvloer. Heel hartelijk dank, heer Nerkens, dat u bereid bent geweest om dit met ons te delen vandaag. Heel veel succes straks tijdens het seminar. Ja, en we kijken uit naar de uitkomsten daarvan. Ja, heel hartelijk dank. Dankjewel. Goedemorgen. Geweldig. Dat was de heer Marcelino Nerkens van de VOS. En we gaan in het tweede deel praten over dus, onze prostaat en prostaatkanker.
Waarmee moet je allemaal rekening houden als man? Ja? Heel goed zorgen voor je prostaat natuurlijk. En daarvoor hebben we uitgenodigd de heer Chas Wanning. Die nog even in een tête-à-tête is met de heer Nerkus. Ik kan allemaal tegen meneer Nerkus van... Meneer Nerkus, je moet op je prostaat letten hoor. Je hebt een bepaalde leeftijd bereikt, dus let u daarop. Nee, dat was een grapje. Hey, many thanks. Heer Wanning, het is een genoegen om u vanmorgen hier bij ons te hebben. Wederzijds. Fijn gomi, Mattie. Gaat het goed? Uitstekend. Geweldig. Wat tak aprostatori. Want ik denk dus dat het uitermate van belang is om daarover te blijven praten. Mange Carlos bij een gesprek even. En ik zei hem van, wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, moet je toch wel daarop gaan letten, hoor. Heb ik het goed? Ja, maar ik heb toch even behoefte te reageren wat ik daarnet allemaal heb gehoord. Gehoord. No? Gaat u gang, geweldig. Ik ben wethouder onderwijs geweest in Amsterdam Zuidoost, vier jaar lang. Mm-hmm. En het systeem van doorstromen tot groep, hier is het een tiende groep. Uh-huh. Wij hebben, in Nederland was het toen achtste groep. Mm-hmm. En ik heb mijn schoolcarrière ook in Nederland meegemaakt. En ik denk dat de kritieken op het nieuw systeem... Mm-hmm. Genuanceerd moeten worden. Wat ik niet hoor, ouderparticipatie. Heel belangrijk bij het succes van leerlingen is ouderparticipatie. Yeah. En dat moet je als onderwijs organiseren. Dat was geweldig. Ik heb hem al beloofd dat ik hem straks ga bellen. Geweldig. Want het is de soep wordt niet zo heet gegeten als het wordt opgediend. Ik zie dat er heel veel informatie niet bekend is. Ja, waardoor het dus wat kritiek geleverd wordt waar niet helemaal terecht is, bedoelt u? Ja, ik wil het niet zo scherp stellen. Mm-hmm. Genuanceerder. Goed. Heer Warning. Wat is een prostaat, Tori? Maar die kwam beginnen aan pispa. Zijn nou een prostaat? Wat is een prostaat? Laten we beginnen met een medicus. Met een ervaringsdeskundige. Geweldig. Mm-hmm. Dus ik ga het op mijn eigen wijze vertellen. Een prostaat is een onderdeel in je lichaam die mede voor zorgt dat er sperma geproduceerd wordt. Mm-hmm. En het zit daar bij de urineblaas en omgeving. En op het moment als dingen daar misgaan, brengt het hele systeem in de war. Wat kan misgaan? Bij mij, daar praat ik nu over mijn persoonlijke ervaring. Mm-hmm. Het ging mis doordat ik tijdens het trimmen vaak moest stoppen om te plassen en het kwam niet. Dus je had dat gevoel? Ik heb het gevoel, ik moet plassen, maar ik stop, maar ik kan niet. Ik was in een groepje, ik heb een trimgroepje al 35 jaar in Nederland, want ik was op dat moment op vakantie. En mij dreig je mee van, joh, ishiko, oru, disi, dati. Maar steeds als ik stopte, om de 5, 7, 8 minuten, niks nekkom. En toen ben ik de volgende dag naar een huisarts geweest en toen is mijn leven upside down gekeerd. Want alarm gorinkel, dat waren alarmbelletjes, maar daardoor was ik heel vroeg bij de aanpak. En want soms krijg je geen signalen. Het lichaam geeft je geen signalen. Waarop moet een man voornamelijk gaan letten? Waarop hij moet letten? Ons advies als Prostaatkankerstichting is dat op het moment als je 45 jaar bent, ga naar je huisarts, vraag je huisarts dat je graag een labbriefje wil hebben, zodat je bloed wordt onderzocht en dat er wordt gekeken naar de PSA. Mm-hmm. Dat is vanaf je 45ste. Okay. En op grond daarvan zal er een traject verder worden uitgezet. Het is zo dat prostaatkanker bij oude mannetjes, en daar praat ik heel oneerbiedig oude mannetjes. Maar daar praat ik over seniorenburgers vanaf 70, die krijgen het meestal, afhankelijk van welke conditie je bent. Maar in mijn situatie toen, ik was 49. En dat is dus niet een leeftijd om in aanmerking te komen. Dus wel extreem, no? Extreem, ja. Maar kan je het voorkomen? Nee, je kan het niet voorkomen. Er zijn wel denkrichtingen
van medici. Die zeggen goed voedsel, gezond leven, et cetera, et cetera. Maar je was aan het trimmen. Dus ik ben een sportman al mijn hele leven. Mm. Twee, ik heb nooit alcohol genuttigd. Nooit mm-hmm. niet een druppel. Ik heb nooit gerookt. Dus wat dat betreft. Maar ook prostaat kan van genetisch bepaald zijn. Dus als dat je het vader, in die lijn is. Ja, als je vader mm-hmm. het heeft gehad, dan is de kans aanwezig dat je het mogelijk ook krijgt. Ja. Nu is er zoiets dat, ja, men zegt hoor, men zegt, is niet bij ieder zo, dat manningere meestal nee, go na datra. Maar zijn er dingen die je zou kunnen merken van, iwan san no boom dape? Dus zijn er dingen die de man zou moeten kunnen merken vooraf? Je zegt ook wel van, soms merk je het niet, maar wasan DP, je ziet dat, wasan no boyon, er is iets niet 100. Ja, dat is zo. Uh-huh. Statistisch is bewezen dat mannen, zeker in Suriname, minder snel naar de huisarts toe gaan als ze onregelmatigheid vaststellen bij zichzelf. Uh-huh. Het gaat wel over. Ja. Ja? Uh-huh. Wat er wel speelt, en dat is dat er de signalen die je kan krijgen, en ik zei het daarnet al, daarop moet je reageren. Maar wat doe je als je geen reactie krijgt? Nou, voorbeeld. Wij geven als Prostaatkankerstichting regelmatig voorlichting in bedrijven. Ja. En zo hebben wij in een bedrijf, een groot bedrijf, voorlichting gegeven. Ja. Alle mannelijke personeelsleden mochten aanwezig zijn. En op een gegeven moment is Afazande toch van, jongens, laat je controleren, checkatori. Hebben een paar collega's onderling. Hé, Jereno, de mij tako checkasani, kogo check, kogo na lab. En ze zijn dan, bij eentje was het bingo. Oh. Hij heeft never, nooit niet een signaal gehad. En toen was hij er vroeg bij. Mm-hmm. Dus er kon worden ingegrepen. Ik heb een ander negatief verhaal. De populaire wijlen Henry Seder. Mm-hmm. Wij zijn in december 2015 begonnen. Ja. En ik zat daar samen met nog wat twee andere vrienden in zijn restaurant. En hij was erbij. Mm-hmm. Zaten we daar met elkaar te bespreken. Henry was niet betrokken. Maar aangezien onze prostaatkankerstichting pas was begonnen, heb ik geroepen, Jereno, mannen boven een leeftijd 45 moeten zich laten checken. En Henry, dit heeft hij mezelf verteld voor zijn overlijden, voordat hij richting Nederland ging. Mm-hmm. En Henry zegt van, hij kreeg het gevoel, ik met dat persoonlijk neem. Dat is wat hij begreep. Wow. De volgende ochtend is hij wakker geworden, doet zijn televisie aan. Wie verschijnt op beeld? Meneer Chaswarning. Chaswarning. Mannen moest checkatori. Attack no aboskopu die strangen. Mm-hmm. En hij is toen naar de dokter gegaan met alle gevolgen van die. Dat is ook de ervaring. Hij heeft niets gemerkt, wist niets. Of althans, misschien waren er signalen, maar heeft er niet op gereageerd. Ja. Maar in elk geval, door dat gesprek in zijn restaurant, heeft hij stappen ondernomen. Maar helaas, we kennen het. Ja. Einde. Wat valt er te doen als het vroeg wordt ontdekt? Is de kans voor overleven vele malen groter. Mm-hmm. 17 jaar geleden, toen het bij mij werd gediagnosticeerd, had je beperkingen, medisch, technisch. Mm-hmm. Een voorbeeld, ik kwam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. En op dat moment zegt een uroloog in opleiding tegen mij, meneer Warning, ik ga u opereren. Samen met mijn professor. Ik heb uw dossier, dus u wordt impotent, u wordt incontinent. Mitayama, wat zegt u? U wordt impotent, incontinent. Bereken, Lukwa Sanja, zo 49 jaar. Wow. Ik accepteerde niet dat ik prostaatkanker had. Dus ik heb bijna 6, 7 second opinions gedaan. Wat is een second opinion? De ene uroloog stelt vast. De andere, second opinion, die kijkt er weer naar. Mm-hmm. En ik heb 7 genomen. En ze hebben allemaal hetzelfde vastgesteld. Mm-hmm. En op hetzelfde moment, in mijn ronde, zegt een uroloog tegen mij, als wij,
urologen, prostaatkanker bij ons wordt vastgesteld, gaan we naar Bordeaux, Frankrijk. Daar is er een professor, Gaston, die een nieuwe operatiemethode had ontwikkeld. Laparoscopisch, is met een robot. Ja? En die garandeerde je geen impotentie, geen incontinentie. Dus waar ga je je geld zetten? Mm-hmm. Ja, daar. Dus ik ben in Bordeaux, Frankrijk geopereerd. Okay. Als de kennis en informatie op dat moment niet aanwezig was... Mm-hmm. Dus daar was ik het traject van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam gelopen. U bent stil. Ja, omdat... Ja, ja. Dat is een van de meest belangrijke dingen voor een man. Nou, om ja. te kunnen presteren, zeg maar. Ja, toch? Dat is wel zo. Het punt is, hoe ga je ermee om? Kijk, wij bij de Prostaatkankerstichting zeggen wanneer je zo'n operatie hebt ondergaan... Ja. Belangrijk is, je moet praten. Hou het niet voor jezelf. Mm-hmm. Praat met vertrouwelingen. Je vrouw, je partner, je kinderen, je beste vriend. In een horing is revie. En na die operatie, in een play Real Madrid, Barcelona. Mm-hmm. Maar je play Inter Mongo Tapu Robin Hood gewoon. En je gaat weer randistricten spelen. Dus wat dat betreft... hoeven mannen zich geen zorgen te maken als ze de juiste goede operatie krijgen. U zegt een heel goed ding, mannen hoeven zich geen zorgen te maken. Want jaren terug, de man bij praxeer, dat ik een onderzoek was angstig, heren, als het geluid dat ik mij zoet staan via Ibakasego. Nou, laten we het gewoon, ik wil het gewoon benoemen. Je hebt bloedonderzoek. Ja. En je hebt rectaal onderzoek. Rectaal onderzoek is dat men de arts, ja, en dat kan al bij de huisarts, met zijn vinger in je anus gaat. Mm-hmm. Om te kijken hoe er verschillen zijn in grote effenheden bij de prostaat. Mm-hmm. En dat is voor sommige mensen zeer vernederend. Maar bij anderen is het van, oké, ik moet het ondergaan. Maar het is iets dat heel vreemd is. Mm-hmm. Want we zijn allemaal opgevoed. Dat zijn je delen van je lichaam die zo privé zijn... Mm-hmm. waar niet iedereen, en een arts is iedereen, hij is bijzonder, maar iedereen naartoe gaat. Yeah. Maar mijn eigen ervaring en mijn advies... Ik zeg altijd, en ik hou van grappen maken, dus dat moet worden begrepen. Ik zeg de eerste keer, je zwaai, de tweede keer, je zegt, dokter, kom nou. Maar gebeurt dat al bij de eerste keer of gewoon bij nader onderzoek? De dokter heeft geleerd bij zijn opleiding dat wanneer er symptomen zijn van prostaatproblemen, hij dat moet doen. Want het hoeft niet altijd prostaatkanker te zijn. Okay. Het kan ook een ontsteking zijn van de prostaat. Mm-hmm. En dan kan hij het traject bepalen en de huisarts begint de eerste onderzoeken te doen. En dat stuurt hij door naar de uroloog. Overigens, toen ik gediagnosticeerd werd. Ik wist niet wat een prostaat was. Ik wist niet wat een uroloog was. Ja. Ja. Verandert je leven? Mijn leven is drastisch veranderd. Omdat op een gegeven moment de prostaatkanker wordt geïdentificeerd met de dood. Ja. Nou, en op dat moment zie je de dood voor ogen, wat niet zo hoeft te zijn. En waar ik ga een citaat van mijn zus, mijn oudste zus, geven. Ze zegt, Chas, als ik zie de warmte die ik ontvang van je sociale omgeving, en die is vrij groot, was je al 10 keer beter geworden. Wow. Dus, met andere woorden, het is een probleem die door te communiceren opgevangen kan worden. En dat heb ik gelukkig gedaan. Maar daarop zou ik komen, wat is het belang van je omgeving in zo'n stadium? Eén ding kan ik tegen je zeggen. De pijn die jij leidt, want je leidt pijn. Zij lijden dat ook. Alleen ben jij de patiënt, maar ze zien hun geliefde, hun mattie, op een manier lijden. En ze kunnen niet zeggen, drink een glas water, daar is het over.
alles ligt in handen van die specialist. Ja. En dat brengt met zich mee oneffenheden. Maar ook als persoon, zeg ik, moet je in staat zijn het vast te houden als je alleen zit. Dat is alleen nakkie toch. Mm-hmm. Vrees niet om te huilen. Mm-hmm. Gebed is ook een van de dingen die werkt en helpt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, Timbe Kremiebe kiezen ervoor om niet in de kamer te huilen, maar als ik onder de douche ben. Mm-hmm. Waardoor ik onder de douche vandaan kwam. Hé, hey, papa, je ogen zijn rood. Dat is water. Zeep, water. Terwijl gewoon, tjas, vrede, dat ook weer. Gebed helpt ook. Mm-hmm. Maar dat weten we. Yeah. Als je nu in God gelooft of niet, ik weet, gebed helpt. Ik heb daar heel veel positieve ervaring in. Ja. Ik heb nog twee laatste vragen voor u. Hoe zit het met de behandeling in Suriname? Valt het te doen, zeg maar? Openheid. 1. Toen ik werd gediagnosticeerd, heeft de huisarts die mij het traject heeft ingestuurd. Toen ik hem zei, geef me de resultaten, ik ga terug naar Suriname, want ik vertrek morgen. Heeft hij gezegd, meneer Warning, ik ga niet meewerken dat u terug gaat naar Suriname. Waarom? Op dat moment was er in Suriname geen uroloog. Er waren Cubanen in het AZ die urologische handelingen plegen, maar ze hadden niet de papieren zijnde uroloog. 2. We zijn nu x aantal jaren verder. We hebben in het AZ op dit moment 4 urologen. Ik moet direct bij zeggen dat wij de Prostaatkankerstichting heeft een uitstekende samenwerking met deze urologen. Mm-hmm. En vandaag is dinsdag, zondagavond heb ik nog met dokter Ramsoek, hij is de coördinator, manager van de urologie in AZ, gesproken. En er is eentje die onderweg is, dus daar hebben we 5 urologen. Mm-hmm. Daarnaast zijn er 2 urologen uit Nederland, Surinaamse afkomst. Jimmy Fernandez, Walter Rier. Mm-hmm. Ze zijn reeds gepensioneerd, maar die hebben opgezet een systeem waarbij er regelmatig urologen voor 2-3 weken naar Suriname komen om te werken. Mm-hmm. Jimmy Fernandez coördineert urologie in RKZ. Mm-hmm. En Walter Rier doet het in Ikeri. Okay. Nou, en daardoor is er een spoeling. Maar wat we op dit moment, en daar kom ik terug op de vraag. Ja. Door de hele economische situatie van Suriname is het zeer, zeer, zeer belabberd met de medische situatie met betrekking tot urologie. Mm-hmm. Ik wil daar bij sommige patiënten is gediagnosticeerd via MRI-scan van zal het wel of niet prostaatkanker zijn. En dan moest er een biopte worden genomen. Biopte, dat wil zeggen, men gaat prikken in de prostaat, links en rechts, om te kijken, statistisch hebben ze zo geleerd bij de opleiding, dan kunnen ze zien van, is er nu wel of geen prostaatkanker. En dan is er een resultaat, en moet je me verder niks over vragen, Gleason score. Die naalden, biopsienaalden waren niet aanwezig. Ze waren niet aanwezig. Toen heeft de Prostaatkankerstichting geïnterveneerd bij bevrienden, want het gaat om samenwerking. We hebben geïnterveneerd, waardoor AZ over een paar naalden kon beschikken. Een paar. Want namelijk, het zijn dingen die je gewoon in de magazijn moet hebben. Mm-hmm. Maar goed, dat is het antwoord op de vraag. Men doet hun best. De urologen doen hun best. Maar er is weinig tot geen materiaal aanwezig. Dat is een overal beeld dat we hebben in de gezondheidszorg tegenwoordig. We gaan afronden. U hebt een halve seconde. Wat wil u de mannen adviseren? Ik wilde 1 seconde gaat van u, maken. Gaat u. Mannen wilde ik adviseren om ervoor zorg te dragen. Mm-hmm. Dat ze vanaf een bepaalde leeftijd, in dit geval is het 45 jaar, ga naar je huisarts, zeg graag. Het labbriefje voor onderzoek PSA. En het andere halve seconde is met de andere pet. Mm-hmm.
kindertehuis Tamara. We zijn dringend op zoek naar 5 leidsters die direct kunnen beginnen. En het telefoonnummer van kindertehuis Tamara is 43-7605. Ik herhaal 43-7605. Want we vangen kinderen op die 95% seksueel misbruik zijn. Okay. En we hebben mensen met een goed hart nodig. Je gaat geen je gaat geen miljonair worden als je bij ons komt werken. Maar je krijgt een redelijke vergoeding. Heel hartelijk dank, heer Warning. En we hebben het nummer ook genoteerd. Dus als de mensen bellen, dan krijgen ze dat van ons. Heel veel succes. We blijven u volgen. We gaan u blijven uitnodigen om hierover te praten. Want het is zeer van belang. En voor een nieuwe aflevering zijn we terug morgen met de Koffiepraat. Dag. Prima.